Kent jij Wie Naartoe niet? Kent jij Old Shatterhand niet? Dat waren de boeken van Karel May. Nog nooit van gehoord. Karel May schreef fantastische cowboyboeken zonder ooit een voet in de Verenigde Staten gezet te hebben. Hij zoog alles uit zijn duim. Dat was een echte schrijver. Karel May, niet te verwarren met Karel Marx. Want er zijn veel mensen die boeken van Karel Marx kopen en dan zeggen ze, daar komen geen indianen in voor. Ik zou het niet weten, ik kan niet lezen. Dan zijt gij een onanalfabeet. Onanalfabeet. Zoals Cor Onani. U afrukken totdat ze koorts krijgt. Ik weet niet. Over Karel May. Karel May was de schrijver die het meest geliefd was bij Hitler. Waarom komt het altijd aan op Wereldoorlog 2 bij u? Bah, dat is de wet van Godwin. Hoe langer dat een internetgesprek duurt, hoe meer kans dat er is dat er Hitler bij betrokken wordt. Het klotere is dat je geen ongelijk hebt. Dank u wel voor deze les. De volgende keer gaan we een vogelnestje bouwen. Nest Adriaansens van de Strangers. Een vogelnest.